Op een dinsdagmiddag ging Victor Les Prikkels weer de bank overvallen. Dit is voor een tweede paard voor mijn dochter. Handen omhoog! Verdorie, is het weer dinsdag? Geef mij 6 goudstaven en 1000 bankbiljetten van $100 in stapeltjes van 50 met een gekleurd elastiekje eromheen. Ik heb even geen bankbiljetten en ook geen gekleurde elastiekjes. Maar dat vraag ik altijd op dinsdagmiddag. Ben jij niet bang voor deze boef? Nou, tot vorige week wel, maar nu weet ik dinsdagmiddag, 3:15, Victor Les Prikkels komt zo de bank weer beroven. 3:15, geen minuut later. Ga je niet een keer naar een andere bank? Nee, ik wil dezelfde bank en dat ik dan goudstaven krijg en geld. Namelijk 1000 briefjes van $100. In stapeltjes van 50 met een gekleurd elastiekje eromheen. Ja, en dat jij dan bang voor me bent, precies zoals altijd. Jij wil altijd precies hetzelfde. Je bent toch geen autist? Jawel. Sorry, je ziet het niet aan je. En ik heb liever dat je zegt dat ik autisme heb. En niet dat ik het ben. Lijkt me een ingewikkelde stoornis. Hersenvariatie, cowboy. Hersenvariatie. Nou, ben je zeker goed in rekenen van die draaikubus te oplossen? Altijd weer die vooroordelen dat autisten daar goed in zijn. Iedereen die het heeft, heeft het op een eigen manier. Aha. Ja, toevallig weet ik alle winnaars van het Eurovisie Songfestival van de afgelopen 50 jaar uit mijn hoofd. Ja. Maar ik ben dan ook dol op het Eurovisie Songfestival. Ik weet ook veel winnaars van het Eurovisie Songfestival. Ik ook, wat voor jurk ze aan hadden. Iedereen is een beetje autistisch. Nee, dan moet je hoog scoren op meerdere vlakken. Zoals moeilijk contact maken, niet flexibel zijn, snel overprikkeld. Het spijt me dat we stom deden over je autisme. Daar zit ik heel erg mee. Ah, dat had ik al lang door. Oh ja? Ik voel heel goed aan wat mensen voelen. Niet echt handig als bankovervaller. Weet je wat? We doen die hele overval opnieuw. En dan precies hetzelfde als altijd. Ja, graag. Dan is deze dinsdag niet verloren. Ga je gang. Handen omhoog. Geef me 6 goudstaven en 1000 bankbiljetten van $100 in stapeltjes van 50 met een gekleurd elastiekje eromheen. Ja, dat heb ik dus allemaal niet, want mijn laatste voorraad heb je vorige week al geroofd. Misschien een andere dag terugkomen. Of toch naar een andere bank. Of wordt postkoetskoetsier. Is leuk, afwisselend werk. Nee, niet te veel keuzes en geen afwisselend werk. Daar raak ik in de war. Hey, ik heb een oplossing. Ik breng de buit van vorige week hier, dan roof ik die. Dan na de overval geef ik alles weer terug. Dan roof ik volgende week weer precies dezelfde buit. Dan geef ik het daarna weer terug. Zo kunnen we nog jaren doorgaan. Hoe kom jij op zo'n creatieve oplossing? Ah, dom autisme. Alle hersenen werken anders. Hoe bijzonder is dat? Hou rekening met elkaar. Dan wordt de wereld, ook voor mensen met autisme, een beetje minder het Wilde Westen. Tot volgende week!